Het is bijna klaar, Asriel. Miauw. Een snuifje paddenkak. 1 gram verkalte schimmel van tussen de tenen van een jak. En een stuk kaas dat een week in mijn onderbroek is gerijpt. Miauw. Dat zou moeten werken. Presto, 12 sferische petrificatiemodules. Oh, zoals ik ze graag noem. Vriesballen! Hahaha, graag gedaan, Asriel. Jouw eten staat al klaar. Rotbeest. Trouwens, die vriesballen dienen niet om muizen te vangen, maar die ballen vang ik de walgelijke smurven. Mijn heilige graal. Potgoud dat uit van de regenboog. Het meest krachtige magische ingrediënt van de wereld. Volgende dia. Wil nu eens zien hoeveel magie is. Het is een 100-tal. Miauw, miauw, miauw. Ik zoek overal in bergen, bossen, onder iedere steen en geen spoor van die smurfen. Miauw, 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 miauw. Niet nu als geld zit midden in een voordracht. Mijn plan, dat is simpel. Ik vind smurfen dof, vang alle smurfen, tap hun magie af en tot slot maak ik met die magie de machtigste tovenaar van de wereld. Ah, hoe zit meis met haar? Miauw, miauw, miauw. Wat? Waarom zit het dan niet meteen? Miauw. Platte pannenkop. Ik spot hele smurfen in het bos. Miauw. Tja, het is mijn telescoop. Monty. Kom hier, mijn majestueuze vogel. Kra, kra, kra. Ah, ah, moeder, is dit de kou in mijn schouwers? Nee, nee, hier, hier. Oh, dat is beter zo. Oké, vlieg. Ja, en vang mijn paar smurfen. Kra, kra. Nee, 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 nee. Je vliegt de verkeerde kant op. Kra, kra.